Ik ben Pieter Ketelslegers en ik werk als geluidstechnicus bij de VRT. Enerzijds in het lijnencentrum en anderzijds als captatietechnicus. In het lijnencentrum daar zorgen we ervoor dat al hetgene wat de VRT binnenkomt, dat kunnen zendwagens zijn voor het nieuws, maar dat kunnen ook captatiewagens zijn die een concert doorsturen. Die controleren wij op kwaliteit en dan zorgen wij ervoor dat ze in goede staat in de studio en op antenne terechtkomen. Bij captaties ben ik hetzelfde die op pad gaat naar een bepaalde locatie. Ik stel daar microfoons en apparatuur op en zorg ervoor dat alles fatsoenlijk tot in Brussel geraakt voor uitzending. Ik ben in de tijd begonnen bij Clara, dat wil zeggen dus de captaties die je daar doet, dat zijn de evenementen van Clara, dus Iedereen Klassiek of Clara in de Single. Maar dat zijn ook wel eens concertopnames van orkesten of van een kleiner ensemble of zelfs van een solist, dat soort zaken. En tegenwoordig zijn dat veelal de Eucharistievieringen op Radio 1. Misschien toch Koningin Elisabeth-wedstrijd. Muzikaal gezien is het misschien wat interessanter. Maar dat is gevaarlijk misschien als dit gepubliceerd wordt, want nu gaan mensen zich verongelijkt voelen. Doe maar de VRT Big Band. Dat is een big band die jazz standards uitvoert en die bestaat vooral uit personeelsleden van de VRT, waaronder ikzelf. Ik speel daar trombone. We geven concerten, maar we doen ook wel eens live uitzendingen, vooral bij Radio 2, de Rat Pack Live, waar wij verschillende Nederlandstalige zangers, zangeressen die je kent van Radio 2 begeleiden. De beide. het mag niet. Wie weet Bas. Ik vind het wel leuk om het fundament te vormen van bijvoorbeeld van een harmonieorkest. Misschien wel podcast. En het leuke vind ik tegenwoordig dat podcasts wat minder voorbereid zijn. Op radio wordt nogal eens vrij fel gezegd van nu moeten we dat doen en dat hebben en dat hebben. En bij podcasts is het wat losser en dat spreekt me wel aan. Het verschil tussen audio op televisie en audio op radio, ja, bij televisie is er beeld bij en het geluid gaat dat beeld een beetje ondersteunen. Je kijkt bijvoorbeeld naar thuis en dan zie je twee acteurs in beeld. Eentje staat helemaal van voor en eentje staat van achter. Dan zal de geluidstechnicus of de sonorisator zeggen van oké, die ene stem van voor die regelen we sterk in en die van achter komt een beetje zwakker. Nu, als je dat zou beluisteren, geluid alleen, dus op de radio, dan kan dat raar overkomen. Dus het kan gebeuren dat, ja, dat je dat bij radio anders moet gaan aanpakken. Met wie ik zou willen wisselen? Ik krijg nog alles te horen, zo niet wekelijks, dat ik eens eindelijk wat met mijn stem moet doen. Dus wie weet komt dat nog wel eens voorbij. Mijn stem als voice-over of iets dergelijks, maar dat zien we wel.